Yes. Ja, man. Gefeliciteerd. Ondanks de maïkon, we hebben samen de verbieding. Om saptak we worden samen. De katapafis doro, we waka bakadoro. Ja! Bakadoro de top. Dat bij een samenwerking met de oppositionele partijen, de last grandioos, we winnen. We knock them out. En dat was dat. En dat was dat, de man probeert voor kona, wetgeving, en alles wat vast is, voor behoud aan macht. Mensen, a volkstranang, om ons lukken, precies zaar keren die ze doen. Sa NDP edu. Ja. Een misleid is alleen maar misleid als het Nederlandse volk is duidelijk te zien. Aardregering om Malay akondere moro. De man, de president komt niet. Heeft de maai jouw uit de vergadering, de maai begin barbie op boe, dan moet je de maai jagi jou. Er is geen gezak meer, je hebt geen ina makti moro, makti broko. Wat moet je doen? Doe snel een verkiezing. Mekie mek precipitasma. Maar het gaat om één man, en dat is de president. Een massa te hebben een probleem. Als hij dat verkiezingen ziet, heeft hij een probleem. Klopt. Je verstaat? Dus dat hij heel volk kan creperen om één persoon. Volk van Suriname wordt wakker. Hoe is Philippe Moro? Een pure man is om te wegstemmen. Ja. Yes, yes, yes. Ja. Een stem en de pijn weg. Ja. Dat een historisch moment die zie. Dat de bravo UNO CK ook toe ervan overtuigd dat alleen door middel van samenwerking, door middel van bundeling, kunnen we deze lui naar huis sturen en de macht overnemen in het land. Hè. NDP, ik kom naar een wet alleen in voordeel van de NDP. Maar, de mij denkt dat je naar de woorden, want daar kun je wel zien, naar de woorden die naar de woorden jouw positie toch. Dat je moet daar ook in de nadeel. Look hoe mensen aan de mij doen. Misbruik voor een maxering abi in de parlementaire meerderheid. PL roep Chita na sapoen terug. Rechters revitageren, die mensen teruggeroepen. Je niet meer wet in het parlement. Ik bescherm de man en ik hoor de man. Is dat ondemocratische rechtsstaat? We hebben te maken met maffia's in het land. De mensen naar Ogisani. De mensen naar Ogisani. De mensen ze gaan overlijken. Voor tanden aan macht die zien. En dat is het niet. Want een volk. Hoe om Trump in Venezuela? Nee. We moeten geen Venezuela worden. We zijn nu bezig te vervallen naar richting Venezuela. En iedereen ziet dat toch? En wij als leiders. De oppositieleider moet ervoor waken. Dat Onegwe nog een kilometer moet varen in het dal. Want als we een kilometer moet varen in het dal, dan moet je ook toe. Ja, we moeten ervoor zorgen dat de man die zie en samen als strandvolk voor sorry dat die NDP mag nooit meer aan de macht komen. Want de man draait onder die zin. Ja.